Wat Schagen denkt wordt mede mogelijk gemaakt door Haantje de Voorste Catering, Jan Rozing Mannenmode in Schagen, tandprothetische praktijk Slijkerman in Schagen en Dorpshuis Kolfheid in Callenzoog. Boeiende gasten aan tafel, live muziek van lokaal talent en de meningen van de politiek. Welkom bij Wat Schagen denkt vanuit Dorpshuis Kolfheid in Callenzoog. Acrobatiek op een paard. Esther Sneekers uit Callenzoog is er goed in. Zo goed zelfs dat ze samen met haar zus Carola is opgenomen in het A-kader Voltige Senior Duo. Wat het is, we gaan het er vragen. En wat maakt Callenzoog zo aantrekkelijk voor toeristen? Dat vragen we aan Peter van de Ploeg. Hij is van Bakkerij van de Ploeg. En aan Nicolette Dinkla. En die is van Strandpaviljoen De Stern. En wij praten met de fractievoorzitters Jonne van der Beek van de VVD en Marieke Bredewold van Wens voor U over de politieke kwesties in gemeente Schagen. En wie Callenzoog zegt, denkt aan het strand. En wie aan het strand denkt, denkt aan de reddingsbrigade. Maar er zijn er twee, paal 13 en de KNRM. Nou, hoe dat allemaal precies zit, dat gaan Peter de Haan van paal 13 en Marcel Sanders van de KNRM aan ons uitleggen. Glasvezel heeft de toekomst, maar het aanleggen ervan kost veel geld. E-Fiber wil in heel Schagen glasvezel gaan aanleggen, maar alleen als 40% van de inwoners er ook echt gebruik van wil gaan maken. Wordt die 40% gehaald? Dat gaan we vragen aan Cor Postumus. Hij is van Beemster Schagen. En we hebben live muziek. Joël Huibens van de Tropical Steel Pens gaat voor ons optreden. Leuk, ik heb zin in. Ja. Zullen we beginnen? Doen we. Welkom bij Wat Schagen denkt. Wij zijn vandaag te gast in Dorpshuis Kolfheid in Callenzoog. En deze streek wordt al sinds het jaar 980 bewoond. Wist je dat, Ed? Ja. Dat wist jij. Heb ik opgezocht. Heb je dat opgezocht? Ja. Hier woonden namelijk mensen op een strandwal en daar lag het dorp Kallingen. Door stormvloeden in 1170 en 1196 werd de strandwal op twee plaatsen doorbroken. Zo ontstond een eiland, ook wel een oog genoemd. Voeg Kallingen en oog samen. Beetje fantasie. Ik weet het. Ja? Callenzoog. Een dorpje dus met een rijke geschiedenis. Maar wat vinden de inwoners van Callenzoog van hun eigen dorp? Ondernemen in Callenzoog is eigenlijk een spannende bezigheid. Toi, super. Ja? In de zomer is de toerisme wel leuk. Je hebt genoeg te doen in het dorp in de zomer. En in de winter? Helemaal niks. Dat is hartstikke dood. Heel veel toeristen heb je hier? Naar De Nooien, camping met woonwagen. Ik zou het niet anders willen. Ik woon hier al mijn hele leven, al 55 jaar. Soms is het, zeker deze periode, is het wat stiller, wat rustiger. Midden in het hoofdseizoen, dan is Callenzoog niet te bereiken bijna. En dan kan je eigen plaats niet in en uitkomen. Dat vind ik dan wel jammer. Het strand uiteraard. Dat is het allerleukste, dat is het allermooiste. Het is leuk vooral voor oudere mensen. Die houden van zon, van zand, van zee. En dat het in de winter lekker rustig is, zoals nu. In de zomer is het geweldig leuk, maar in de winter veel te stil. Ik vind heel Callenzoog gezellig. Strand en een schitterende omgeving hier natuurlijk. Heerlijk dorp, zomers heel veel te doen, sinds heel veel te doen. En gewoon super, echt hartstikke leuk. Dat was hoe de inwoners van Callenzoog hun eigen dorp vinden. Een van die inwoners is Esther Sneekers. Esther, welkom. Dankjewel. Jij doet aan Voltige. Ja. Nou, eerst maar eens uitleggen. Wat is Voltige? Ja, Voltige is paardensport. En daarbij loopt mijn paard loopt op een grote volte, een grote cirkel eigenlijk dus. En wij doen daar een combinatie van turnen en dans bovenop. Ja. En hoe noem je dan iemand die aan Voltige doet? Een voltigeur. Een voltigeur. Ik vind het zulke mooie woorden. Ja, heb jij enig idee waar dat ooit vandaan is gekomen? De sport en de naam? Nou, niet heel erg. Het is iets Frans. Maar hoe iemand heeft bedacht, laat ik op een paard gaan staan en gekke dingen doen, dat weet ik niet. Nee. Je doet dit samen met je zus, Carola. Ja. Ja. Is het een teamsport? Of kun je het ook heel goed individueel doen? Ja, je kan het met een team doen, dan ben je met z'n zessen. Je kan het als pas de deux doen, dat is een duo en ben je met z'n tweeën. Of individueel, dan ben je alleen. Ja. Ik ga nu een vraag stellen, die mocht ik eigenlijk niet van Ed stellen, want ik vond het echt een hele stomme vraag. Hij heeft hem ook doorgestreept, maar is het niet zielig voor het paard? Nee. Want jullie staan erop, ja. Jullie doen allemaal kunstjes en er zijn allerlei kuren die jullie rijden. Ja, dat is een vraag die wel veel voorkomt. Ja, ik kan maar, me voorstellen. Op zich, we hebben een pet op het paard liggen op de rug. En daar zit carbon in, dat is heel hard en dat verdeelt heel goed de druk.
In die zin merkt mijn paard niet heel veel van wat ik aan het doen ben. En over het algemeen vinden ze het zelfs wel leuk. Het is heel, voor een paard heel simpel. 1 opdracht, in galop een rondje. Klaar. Klaar, ja. Ja, want je begint op een gegeven moment met voltige, maar dat is niet de eerste aanraking met een paard. Denk ik, hoe kom je aan de sport? Nou, eigenlijk is dat via mijn andere zus gegaan. De tweelingzus van Carola. En die had dat ergens op een aanplakbiljet gezien. Die wilde dat doen. Zij durfde niet alleen, dus wij moesten mee. En zo ben ik ermee begonnen. Ja, en die zus doet het inmiddels niet meer? Nee. Want dat is, ik heb wat trucs van jullie gezien op de paarden. Ja, ik zou bij de eerste sprong mijn nek al breken, denk ik. Maar is het een sport met risico's? Het valt op zich wel mee. In zekere zin is gewoon paardrijden gevaarlijker, omdat je zit. Als je dan valt, dan val je eigenlijk vaak met je hoofd of je schouders eerst naar beneden. En meestal als ik val, dan voel ik het aankomen. En dan weet ik, ik moet nu springen, want anders dan val ik gek. En dan spring ik en dan kom ik eigenlijk altijd op mijn voeten terecht. Ja. Want het is voor jullie echt, het is gewoon topsport. Want jij rijdt ook op heel hoog niveau. Ja. Kun je aan de kijkers uitleggen... hoe hoog dat niveau is waar je in rijdt? Nou, voor Nederland is het hoogste niveau. Ik ben samen met Carola duo Nederlands kampioen. En individueel als Carola Nederlands kampioen ben ik tweede. Internationaal zitten we een beetje in de middenmoot. Maar dat heeft er ook wel mee te maken dat je bijvoorbeeld in Duitsland en in Frankrijk is het gewoon, zijn beroepssporters die dit doen. Dus die krijgen echt betaald en hun kost en inwoning om deze sport te doen. En wij doen het echt naast ons werk als hobby meer. Ja, je moet het natuurlijk ook nog betalen. Ja, ook dat nog. Ja, want hoe groot is de sport wereldwijd gezien? Weet ik eigenlijk niet zo goed. Het is wel een opkomende sport. Maar het is niet zoals dressuur of springen dat zoveel mensen dat doen. Ja, maar er zijn zoals als we naar schaatsen gaan kijken, dan is Nederland altijd 1, 2 en 3. Hè? Ja. Want we zijn ongeveer het enige land in de wereld die sport bedrijven. Dat is, neem ik aan, bij voltige niet zo. Nee, zeker niet. Dan is het Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Frankrijk die de top uitmaken. En als je daar onderkomt, dan als je als eerste daar onderkomt, dan vinden wij eigenlijk dat we een soort van onze eigen kampioen zijn. Ja. Want jullie zijn toegelaten, ik zei dat in de aankondiging, geen idee meer waar ik hem heb gelaten, maar iets met voltige, duo... Kader, ja. Duo. Wat houdt dat in? Dat houdt niet zo heel veel in. Het kader is eigenlijk de top van Nederland. Dan moet je op internationale wedstrijden moet je daarvoor kwalificeren. En als je je daaraan voldoet, dan mag je in het kader. Ja. En dan... Heb je een titeltje. Staan er dan ook faciliteiten voor jullie klaar? Ga je op Papendal intern trainingskampen, dat soort zaken? Niet. Nee, we hebben een kaderbudget. Daar mag je training van doen. Maar over het algemeen is het zo weinig dat je er niet eens een hele training van kan betalen. Ja. Dus het is heel mooi meegenomen, want je kan er iets van doen. Maar het houdt niet over. Nee, want het is geen Olympische sport, hè? Nee. Is dat jammer? Ja. Zit er een kans in dat gaat worden? Nou, ik heb wel eens begrepen dat je voor Olympische sport dat er een bepaald aantal mensen in een bepaald aantal landen de sport moeten bedrijven. En daar voldoen we niet aan. Nee, dus dan is de sport toch weer net klein. Ja. Ja. Hoe lang gaan jullie dat nog volhouden? Al die toeren op een paard? Ja, ik zeg al 4 jaar dat ik ga stoppen. het is zo leuk dat ik gewoon doorga. Dus tot ik er geen plezier meer in heb. Ja, maar ik zeg al 4 jaar dat ik ga stoppen. Dan is er toch iets waardoor je denkt van ja, dit kan ik niet lang. Ik ben ongeveer vier jaar geleden ben ik mijn coachschappen begonnen. Ik heb geneeskunde gestudeerd. En toen dacht ik, nou, met al die stages, zoveel uren dat je moet werken en dan dit er nog bij, dan wordt het gewoon veel. En dan zodoende dacht ik, nou, het gaat toch eigenlijk wel. En dan het jaar daarna, dan verwachten ze op je stage toch wel weer wat meer. En dan denk je, nou ja, volgt je dan dit jaar maar stoppen. En dan denk je, nou, het gaat eigenlijk toch wel. En vanaf de kooschappen aan het werk. En dan denk je, nou, nu wordt het echt wel pittig. Nu ga ik stoppen. En dan ga je toch weer, toch weer door. En hoeveel keer ga je nog stoppen, maar toch weer door? Dat weet ik niet. Tot het echt niet meer gaat. Nee. Ongelooflijk veel succes met alles wat je nog gaat doen. Met de sport en met de paarden en met je zus. Ja, dank u wel. Oké, dank je dat je hier was. Dank je wel. Wij praten verder met Nicolette Dinkla van de Sterren en bakker Peter van de Ploeg. Jij was op zo'n paard gestaan, of niet?
Wat zeg jij? Heb jij wel eens aan voltige gedaan? Nou, ik heb wel paard gereden. Wel paard gereden. Drie keer afgevallen. Toen was het klaar. Nee, dus je had niet de behoefte om even op te gaan staan. Peter kwam hier ook binnen met gips aan het voetje. Komt dat ook van paardrijden of niet? Nee, jammer genoeg niet. Oh. Nee hoor. We mogen zeker niet verder vragen. Nou, nee. We hebben jullie allebei uitgenodigd. Jullie zijn allebei hele bekende namen in Callenshoog. Draaien al heel lang mee als ondernemers. En waar wij zo nieuwsgierig naar zijn, is hoe hebben jullie als ondernemers, en als je het eerste antwoord weet, dan begin je gewoon te praten, de ontwikkeling, hoe de historie van Callenshoog ervaren. Hoe zijn die ontwikkelingen gegaan? Er is onlangs alweer heel veel veranderd. Hoe is dat voor jullie geweest als ondernemer? Hoe dat voor ons geweest is, alleen maar positief. Ja? Want wij merken elke keer dat het weer drukker wordt in het dorp. En de mensen weten ons steeds beter te vinden, want het is gewoon een verschrikkelijk mooi dorp. En Callenshoog, dat zal jij ook wel beamen, het heeft gewoon alles. Vind ik zelf. Het heeft mooie bossen. Het heeft het zwanenwater, nou dat valt ook onder het bos. Maar hoe lang geleden ben jij begonnen als bakker? Ik kon het nergens vinden. Ja. Nee, nou, misschien een onbeleefde vraag, maar ja, in het televisieprogramma mag dat. Ik ben 16 was ik op kamers ging wonen in Wageningen. Toen heb ik de bakkersopleiding gedaan. Dat was echt speciaal voor eigen bedrijf te beginnen. Toen ben ik 20 was ik dat ik van school afkwam. Toen ben ik in de zomer aan de gang gegaan bij mijn vader. Want we hebben het overgenomen samen met mijn zus die daar zit, Petra. Want jouw vader had al een bakkerij in Callenshoog. Die had voorheen een bakkerij in Zandvoort. Ja. Samen met een zwager. Ja. En mijn vader die wou wat groter worden. En toen ging je van Zandvoort naar Callenshoog. Toen zijn we goed overlegd, uit elkaar gegaan. Mijn vader heeft een ander bedrijf gezocht. En mijn moeder, die er ook in het publiek zit, met dat blauwe oog. Want ze zit op boksen, hè? Ze keek al zo. Je zou er haast denken. Maar nee, maar mijn moeder die wou graag aan de kust blijven. En toen zijn ze hier in Callenshoog terechtgekomen in 1967 al. En met vijf kleine kinderen, waar ik de jongste van was. Ik was nog een baby. Nou, wat is de grootste verandering, zeg maar, vanaf het moment dat jij, zeg maar, voor het eerst in de bakkerij aan het werk ging en nu? Ja, nou, ten eerste de drukte natuurlijk. Het plein is natuurlijk heel erg veranderd. En wij zijn constant aan het veranderen. Ik probeer altijd het beste eruit te halen. Ik ben constant aan het zoeken betere producten. Heb ik een volkoren brood bij wijze van spreken, probeer ik het nog beter te maken. En dat is mijn grote uitdaging. En dat vind ik ook leuk om te doen. Ja. Nicolette, want anders gaan praten we gewoon nog uren door. Ja, ik ga gewoon door, hoor. Ja. Nicolette, hoe lang ben jij actief in Kampen met Stern? Op een strandpaviljoen 33 jaar. Ja. Ja, dus je hebt al heel wat meegemaakt met dit dorp. En er is heel veel veranderd, ook in de strandbranche natuurlijk. Ik bedoel, vroeger hebben we het gekocht en dan verkocht je alleen bier. En je had een pannenkoek en een uitsmijter, kan ik me herinneren. En een paar broodjes, een broodje kroket en patat. En dat was het eigenlijk. We hebben het gekocht, het was een soort uitgifte, luikjes allemaal. En ik ben het ook begonnen waarvan ik dacht echt, zoals misschien meerdere denken, nou, leuk, een strandpaviljoen. Lekker, de hele dag in de zon en een beetje rondlopen. En slippertjes. Ja. Ja, ik had ook twee linkerhanden. Ik wist niks van de horeca af. Ik ben het zo blanco erin gegaan. Maar een strandpaviljoen 32, 33 jaar geleden was ook heel anders dan een strandpaviljoen nu. Alleen al, volgens mij waren het toen een aantal planken. Die stonden in de winter in een schuur. En zomers weer een paar spijkers erin. En dan ging je weer. De meeste exploitanten die er toen waren, hadden 's winters ook een beroep. Je moest 's winters echt bijwerken. Het was echt een, 6 weken, 3 maanden werken. En dan 's winters moest er echt ook wel wat gebeuren. Want dan kon je eigenlijk niet net van leven. Ja. Is het seizoen nu ook langer geworden? Ja, het is veel langer geworden. Hoeveel maanden hebben we het nu dan? 7 maanden sowieso wij. En we hebben natuurlijk jaar rond exploitaties gekregen. Natuurlijk, hè. Dat is ongeveer 6 jaar terug. Ja. Eigenlijk hier begonnen en we hebben inmiddels 3 jaar rond exploitatie staan. Wordt niet meer afgebroken, het wordt al luxer, het wordt al beter, meer kwaliteit. En, gaat het er ook op vooruit gevoelsmatig?
Sommige mensen hunkeren naar hoe het vroeger was. Lekker kneuterig, een paar planken, een paar maanden in het jaar. Ja, maar dat hebben wij ook hier in dit dorp. En dat is juist mooi. Die zijn er nog. We hebben 5, 6 paviljoens. Ja. En waarvan wij er onder andere en mijn collega, wij breken af. Grote keten breekt af. Er zijn een aantal die gewoon nog afbreken. Ja. En we hebben ook heel veel diversiteit. Je hebt een heel hoog segment bij ons en ook een laag segment. Dat ja, je gewoon... Want even voor de kijkers. Jij bent ook vertegenwoordiger van de koepel van strandexploitanten in Vereniging. Ook, ja, we hebben nou vereniging van grote keten tot en met pet aan toe. Ja. Grote keten, Sint Maartenzee en Callantzo. En wat kom je dan tegen als je de branche moet vertegenwoordigen? Want ook daarin zal heel veel zijn veranderd de afgelopen jaren. Ja, inmiddels is Petten natuurlijk erbij gekomen. Dit jaar nieuw met een jaar rond exploitatie erbij. En Sint Maartenzee heeft er één. Waarvan die er één heeft, die breekt die af. En de andere die laat die staan. Ja, er komen al meer jaar rond exploitaties eigenlijk bij. Maar ik denk dat het hier in Callantzo, hebben we er 3. En dat is dus ruim voldoende. En dat is ook leuk voor de mensen. In de winter kunnen ze gewoon naar het strand, kunnen ze wat drinken, een wandeling maken. Je ziet ook dat de mensen ook tegenwoordig korte vakanties willen. Even langs het strand wandelen, even uitwaaien. En het mooiste van dit dorp vind ik dat je eigenlijk hoef je niet weg. Je zet je auto neer en we hebben de winkels, we hebben alle faciliteiten. Ja. Alles erop en eraan. Er is nog een mooi huisje op het strand, hè, waar je ook op het strand kunt slapen s'nachts. Ja, daar zijn we dus nog niet helemaal over eens, geloof ik. Nee, daar zijn veel... Er komt nog een leuk kustpact aan, geloof ik. Ja, wie gaat dat pact winnen? Ik hoop dat het toch een goede samenwerking, hoop ik toch op... Dus wel wat huisjes op het strand, maar ook ruimte voor de rust die het strand ook brengt. Ja, ik denk dat je een hele goede combinatie moet merken met natuurmonumenten en de natuur en de ondernemer. Ja. Daar krijg je juist kwaliteit door. Kijk, ik ben er ook niet voor dat je 90 of 100 huisjes neerzet ergens. 50 moet kunnen. Nou, op kleine schaal denk ik, met kwaliteit. We wachten het af wat deze ontwikkelingen ons gaan brengen. En ik heb al een seintje gekregen dat we ver over onze tijd heen zitten. Maar er is nog één vraag die brandt op mijn lippen. Peter, wat voor nationaliteit krijg jij allemaal in je winkel? Alles. maar wat is... Kijk, als ik op vakantie ga, dan eet ik graag bruin brood. Ja. Dat is lastig. Ja, klopt. Maar bijvoorbeeld een gemiddelde Duitse toerist. Wat bestelt hij nou bij jou? De gemiddelde Duitse toerist. Heel veel klein brood. Dus harbolletjes, croissantjes. Ik heb zoveel verschillende producten. Ik heb dus heel veel specialiteiten. Ik heb brandnetelbolletje. Nou, daar zijn die Duitsers helemaal wauws van. Die gaan zo verschrikkelijk hard. En ik werk tegenwoordig ook heel veel met deze, of tegenwoordig al 12 jaar. En ik heb vorig jaar een cursus gevolgd bij een Fransman van een week. Want er komen ook veel Fransen in Callantzo. Er komen ook Fransen, Japanners, Chinezen, Amerikanen zelfs. Van alles zie je. Ja, leuk. Maar de voertaal is Duits bij ons in de winkel, 's winter, of zomers. Dus als je bij jullie solliciteert, moet je wel Duits spreken? Nou ja, wat ik het belangrijkste vind, dat ze netjes zijn naar de klanten toe. En het is natuurlijk een beetje hand- en spandienst. Ja, een beetje boerenduits, of hoe noem je dat? Ja. Dat maakt niet uit. Maar dat maakt niet veel uit. Je hoeft niet... wat korter van stof, hè? Wat zeg je? De Duitsers zijn vaak wat korter van stof. Ja, dat is niet heel goed. Kun je ze gelijk af handelen? Nee, hoor. Ja. Nee. Als ze maar betalen. Nou, dat niet zozeer. Maar wat ik zeg. Wij hebben heel veel specialiteiten, zoals het Callantzoger schatkistje. Nou, als die Duitsers naar huis gaan, dan nemen ze er gewoon 60 gelijk mee naar huis. Okay, en dat is dus een heel leuk, leuk broodje, dus een kistje gebakken met cranberry. Nou, cranberry heeft iets met de kust natuurlijk. En er zitten rozijnen, appelen in. En het hangt een beetje tussen cake en brood in. Dus lekker voor bij de koffie. Nou, ik heb toentertijd heb ik hennepbrood gebakken. Dat was de eerste van Nederland. Doe je dat nog steeds? Nee, niet meer. Niet meer. Ik stond er zelf niet achter. Hey, nog even een laatste vraag. Heel kort antwoord. Nicolette, we hebben nu een seizoen van 7 maanden. Hoe ziet dat er over 10 jaar uit? Draait hij dan 12 maanden rond, het seizoen hier? Nou, niet helemaal, denk ik. Maar ja, 7 maanden. Ik denk dan wel langer. Dan wordt hij langer. Je hebt de weekenden zo meteen er al bij. Ja. Eigenlijk de jaar rond exploitaties hebben, zeker de kerst en de voorjaarsvakantie, ja, het wordt al langer. De mensen krijgen ook meer vrije tijd. En, en ze komen naar de kust. Ja, dat is goed. Peter, denk jij dat ook? Ja. Over 10 jaar? Nou, het wordt wel steeds langer. Wij waren afgelopen jaar ruim 7 maanden, 7 dagen per week open. En als je die zondagen ziet, dat is gewoon verschrikkelijk druk. En van begin tot het eind eigenlijk. Ik heb voor 3 weken terug, stonden ze bij mij nog alle dagen
op de stoep. Nou, we hebben een best grote winkel. Ja. Nou, heerlijk. En dat, we hebben gewoon een topseizoen gedraaid, maar ik denk dat jullie dat ook zo hebben. Ja. En ik denk dat alle ondernemers dat hebben hier al. Nou, dat is fijn te horen. Nee, maar dat is gewoon toekomst in Callenzoog. Ja, dat is de conclusie. Ja, hey, dank jullie wel. Ja, hartstikke goed. Okay. Blijven zitten. En dan wandel ik nu naar Joël Huibens, de steelpan spelende politieman. Jullie weten een hoop. Ik ben net Sinterklaas, ik weet alles. Ja, ik heb het door. Jij bent in 2003 begonnen, hè, met dit instrument. Hoe kom je daarop? Ja, ik speelde ooit al bij een drumband hier in Callenzoog. En daar kwam ooit een samenwerking met een steelband in Den Helden. Die bestaat niet meer. En ik zag dat en het heeft me gegrepen en ik heb het nooit meer losgelaten. Want jij mocht het een keer uitproberen? Ja, ik ben er eerst als drummer begonnen. Maar ik vond toch de steeldrum mooier. Dus als gewone Hollandse Callenzooger politieman kies jij voor zo'n tropisch instrument. Je gaat nu in je eentje spelen, wel met een tape erachter. Waar ga je ons op trakteren, Joël? Nou, het eerste nummer heet Boat of Them en dat is echt een nummer uit Trinidad vandaan, wat daar met de carnaval gespeeld wordt. Dus ja, echt passend bij het instrument. Nou, ik ben benieuwd. Succes, veel plezier. Ja.
Huibens was dat, een van de Tropical Steel Pens. Aan tafel Jonne van der Beek, fractievoorzitter van de VVD. Marieke Bredewold, fractievoorzitter Wens voor u. Welkom. Nou, een aantal politieke onderwerpen gaan we doornemen. Zaken die onlangs zijn besproken. Eén daarvan is bouwen op het water. Volgens mij een idee van Wens voor u. Onlangs aangenomen in de Raad. Vertel heel in het kort wat jullie voor voorstel hadden. Heel in het kort. Het gaat over bouwen op water. Nou, dat heb je begrepen. En dan hebben we het toegespitst op bouwen op water voor jongeren. Maar het is natuurlijk veel breder. In dit geval gaat het om kleine huisjes voor jongeren. En bouwen op water is nog niet echt mogelijk. Dus daar werd ook wat over gediscussieerd in de Raad. Maar het wordt al wel gedaan. Dus het is in die zin mogelijk dat bij sommige projecten, bijvoorbeeld in Rotterdam ligt een heel groot paviljoen, ziet er prachtig uit. En we kennen natuurlijk allemaal de oude woonboten. Maar dit is een ander soort bouwen op water. Je hebt dan de mogelijkheid om bijvoorbeeld op waterberging te gaan bouwen. We krijgen steeds heftigere buien. De opwarming van de wereld kunnen we niet ontkennen. Het is geloof ik 20 graden warmer momenteel op de Noordpool. Dus dat is nogal wat. En daardoor krijgen wij hier meer buien. Nou, dan moet je naar waterberging toe. Op die waterberging kan je ook bouwen. Want het zou noem eens een voorbeeld van een waterberging hier in de buurt. Nou, we hebben hier wel waterbergingen liggen, maar die zijn momenteel vaak droog. En daar kan je dan niet zoveel mee, denkt men. Maar je zou dan op palen gaan kunnen bouwen. Dat wordt al wel gedaan. Experimenteel zijn er al wel huisjes geplaatst op palen. En als het water dan stijgt, dan komen ze los van die palen, gaan ze drijven. Nou, dat is al. Maar noem eens een plek. Is het hier in Kalshoog of Schagen? Ja, die stond in de motie. Wil je die motie moeten? Nee, dat is niet hier in de buurt. Nee. Oké. Okay. Maar waterbergingen hebben we wel in de buurt. In het zand zijn meer plekken waar die bij hevige regenval onder water kunnen worden gezet om wateroverlast te voorkomen. En dan kan je daar dus. Maar je kan ook gaan denken aan waterberging waar continu toch wel een laag water in staat en waar je dan waar het water naartoe kan als er meer water komt. Mm-hmm. In beginsel wordt er gezegd door het waterschap dat het niet een goed idee zou zijn. Dat werd gezegd. En daarom zou het waterschap niet mee willen werken. Maar dat is inmiddels achterhaald, want het waterschap heeft onderzoek gedaan en de waterkwaliteit gaat omhoog. Want zoals we weten, als er een scheepswrak ligt, dan vormt zich daar algen op. Dat heb je ook aan de onderkant van die huizen, van die plateaus. En daar komt dus veel meer organisme wat daaronder gaat leven. Dus je krijgt algenvorming, daardoor wordt de kwaliteit van het water beter. Dus eigenlijk zien zij het de laatste tijd ook wel zitten. Dus de gemeente is aan zet om het mogelijk te gaan maken, nou, provincie en waterschap samen. Ik denk dat dit wel de toekomst heeft. Bouwen op water is ook goedkoper, want een waterkavel is goedkoper als land. Dus in die zin kan je al goedkoper bouwen. Tegenwoordig worden dit soort huisjes ook in productie gemaakt, dus in series gemaakt. Dat is goedkoper. Dan kan je ook nog het natuurlijk prachtig groen gaan maken. Dan zeg je van, zijn ze zelfvoorzienend? Nou, hoe mooi wil je het hebben? Mooi idee, Jonne van der Beek. Nou, het bouwen op water is inderdaad niet nieuw. En als je kijkt naar Nederland, hebben we daar genoeg van, dus waarom niet? Toch waren er bij het voorstel wat Wens voor u gedaan heeft een aantal haken en ogen. Zo wilden zij inderdaad tiny houses gaan neerzetten, dus hele kleine bewoningen. En daarvan is toch al wel wereldwijd aangetoond dat mensen daar niet langdurig, dat houden ze gewoon niet uit om daarin in te wonen. En daarnaast die waterbergingen, dat hebben we nu als natuur bestempeld. En om je daar weer te kunnen bouwen, zul je ook riolering, stroom, alles moeten gaan aanleggen. Nee, ze zijn zelfvoorzienend, dus dat is niet zo. En inmiddels, zoals ik al aantoonde, is het juist goed voor het milieu. Je zou zelfs op het IJsselmeer kunnen gaan bouwen, terwijl ik zou denken van, nou, dat moet je niet doen, want dat is natuur. Het kan wel, en juist in samenhang met dit soort zaken, want het is beter. Kijk, het mooiste zou zijn inderdaad helemaal zelfvoorziend, dus dat je doet met zonnepanelen erop, en dat je dan een prachtige akker aanlegt van alg. Nou, hoe mooi wil je het hebben, want dan reduceer je ook het CO2. Maar zoals Jonne zegt, riolering zul je nodig hebben, of kun je gewoon lozen op het oppervlak? Ja, dat wordt een heel... Gaan we terug naar vroeger. Kom op!
Ja, en dan drijft die drol voorbij en dan doe je een vlaggetje erin. Het is vooral leuk als er maar 20 centimeter water staat, ja, want dan, dan, wordt het dan gaat het met dat biologisch leven wel goed komen. Nee, daar zijn, verschillende manieren voor om dat op te lossen. En ja, ik weet niet van de technische kant, maar ik weet dat het mogelijk is. Ja. Ja. Ander onderwerp. De gemeente Schagen kwam halverwege het jaar nog ongeveer 900.000 euro tekort op de begroting. Twee weken geleden werd bekendgemaakt dat we over dit jaar 4,5 miljoen euro over gaan houden. Jonne van der Beek, dat is een hoop geld. Kun je mooie dingen van doen? Daar kun je hele hoop leuke dingen van doen. Onder andere die exorbitante belastingverhoging terugbetalen die we doorgevoerd hadden omdat er te weinig geld zou zijn. Dus ja, wat dat betreft waren we ook zeer verbaasd dat er in de afgelopen vergadering een voorstel lag om die OZB ineens te verlagen. En dan kwam ineens uit, als konijn uit de hoge hoed kwam daar een dekking voor. Die gewoon uit ons lijstje kwam. Wat een jaar geleden nog onmogelijk was. En het was een belachelijk lijstje. Dus nu wordt dat langzaam afgewerkt. Daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. Ja. En we kunnen niet eerder beginnen dan vandaag om die verhoging terug te doen. Die 4,5 miljoen teruggeven aan de bevolking, wat Jonne van der Beek zegt? Goed nou, idee? Dat kan helemaal niet, want we hebben natuurlijk geld over. Maar het is allemaal eenmalig en dat weet meneer Van der Beek ook, dat dat allemaal niet structureel geld is. En nu hebben we dan geld over, maar volgend jaar hebben we dan geen geld over. Het Rijk is ook niet gek. Die weet dat dat gemeentes te veel geld gehad hebben. En dat dus dan straks komt daar een korting op. En daar kan je op wachten. En dan wordt er gezegd van ja, nu is de begroting niet sluitend. En dan is meneer Van der Beek ook de eerste die roept van hé, dat doet deze wethouder niet goed. We werken daar niet mee. Zo zit het niet in elkaar. Het is lastig als je in het college zet. Dan ben je natuurlijk verantwoordelijk voor wat er ja, gelukkig wel. En daar ben ik heel blij mee dat we dat zijn. En we gaan dus ook goede dingen daarmee doen. En we gaan zeker niet nu geld teruggeven waarvan we nog niet kunnen zeggen of we dat straks nodig hebben. Zeker in het sociaal domein niet. Sociaal domein is belangrijk in onze ogen. Daarom ben ik ook bijvoorbeeld zo blij dat we met deze begroting afgetikt hebben. Dat mensen nu een risicoverzekering hebben. Mensen die een salaris hebben tot 130%. Ja, kunnen nu daar aanspraak op maken. Ja, maar even terug. Toch kan ik me wel wat voorstellen bij wat Jonne van der Beek zegt. Want het geld, die 4,5 miljoen, komt uiteindelijk ook bij de bewoners vandaan. Die is dus blijkbaar te veel bij de bewoners vandaan gehaald. Nee, ja, geef nee terug. Want dat geld is niet dat geld. We hebben geld terug gehad. We hebben te veel geld gehad van het Rijk. Wil je het helemaal technisch horen? Want het lijkt mij heel saai verhaal. Heel maar snel, goed, precario recht, 1,8 miljoen, sociaal domein 2,4 miljoen. En precario, nog een miljoentje. 15 december doet de rechter pas uitspraak. Dus daar moeten we nog even op wachten. En ik vind het niet verstandig om nu te gaan besluiten wat je daarmee doet. Terwijl je straks misschien wel helemaal dat geld niet over hebt en dat we dan weer tekort komen. Maar je hebt dat toch al besloten? Je boekt al een aantal jaren die precario rechten. Volgens mij bent u gewoon akkoord gegaan met de begroting. Dus ik snap helemaal niet waar u het over heeft. We hebben een begroting afgetikt. Nee, we hebben het nu niet unaniem, over de begroting. We hebben het over het geld dat dit jaar bij de gemeente Schagen overblijft. Maar en dat is aanzienlijk veel geld. Unaniem aangenomen, dan had meneer Van der Beek niet aan moeten nemen. Heeft hij gedaan. Hij vond het helemaal prima. U weet ook hoe de VVD daarin staat tegen een begroting. Daar heb je bezwaren. En als je die wil wijzigen, dan dien je daar wijzigingsvoorstellen in. Ja. Alleen als fatsoenlijke partij kun je een begroting niet af. Want op het moment dat er een begroting afgekeurd wordt, gaat het hele dossier naar de provincie. En het eerste wat die zullen doen is alle belastingen op de landelijke norm zetten. Dus daar ben je helemaal niet voor als... Als we volgend jaar tekorten hebben en de begroting is niet sluitend, dan hebben we ook een probleem en dan kunnen we ook naar de provincie. Dus laten we gewoon voorzichtig zijn ermee en laten we het gewoon in de gaten houden. En laten we vooral in de gaten houden dat we in het sociaal domein niet straks tekort komen. Dat vind ik het belangrijk. Is het niet ook wat vreemd dat er zoveel geld overblijft nu, Jonne van der Beek. Maar is het ook niet vreemd, Ed, dat we vanuit het Rijk dan zoveel geld hebben gehad en dat we nu dan... Weet je, ik bedoel, je kan wel gaan zeggen van dat je nu het vreemd vindt dat er geld over is. Maar dat is op een begroting nou eenmaal zo. En je moet inschatten of je er wel mee of niet mee uitkomt. En dat doe je thuis toch ook? Je gaat toch thuis ook niet zeggen van, ah jongens, we maken alles op. Hey, shit, nou is het op. En nu? Ja, dan hou je toch ook rekening met wat voor ons vooral belangrijk is. Dit soort grote verschillen precario weten we nog helemaal niet, hè?
Dat is 15 december pas. Het wordt wel bekendgemaakt door hetzelfde gemeentebestuur dat er 4,5 miljoen overblijft. Als, ja, maar die precario, de uitspraak van de rechter, is 15 december pas. Ja, dus, en gaat over 1,8. Oké, okay, nou, ik ga toch de vraag even stellen. Is het niet bijzonder dat halverwege het jaar er nog enorm tekort is en dat een half jaar later er zoveel geld overblijft? Eigenlijk is dat tweeledig. Natuurlijk is het altijd bijzonder als het bedrag zo exorbitant hoog is als dat het nu is. Er wordt ook gezegd, het sociaal domein, daar hebben we heel veel geld voor gekregen. We hebben natuurlijk die transitie doorgemaakt, dus wij wisten ook niet hoe dat precies zou uitpakken uiteindelijk. En wat voor mij veel belangrijker is, ook al houden we 100 miljoen over op het sociaal domein, hebben wij onze kaders gehaald, hebben we de zorg geboden die we zouden moeten bieden. En als we dan geld overhouden, ja, dan kunnen we dat inderdaad besteden aan andere dingen. Dan heb je het misschien gewoon goed gedaan, Marieke Bredewold. Nou, precies. Ja. Maar ondertussen zijn er allerlei nieuwe wensen ontstaan, onder andere bij het OFS. En die hebben van die 4,5 misschien wel een klein beetje nodig, want die willen graag een brug bouwen bij Burgerbrug. En dat gaat 8 tot 12 miljoen euro kosten. Ja, dat klopt. Wat vind je daarvan, Jonne van der Beek? Ja, god, de OFS die ziet er inderdaad heil in. We moeten dan bij de gemeente kijken of dat wij er ook echt daadwerkelijk geld voor over hebben. Ziet de VVD heil in een extra vaste verbinding over het Noord-Hollands kanaal? We hebben altijd gezegd dat een extra vaste verbinding, even los van die vlotbruggen die er zo nu en dan een keertje uitgevaren worden, dat voor onze gemeente alleen maar goed zou zijn. Ja. Marieke Bredewold? Brug. Daar ging het over. Ja, de brug. Ja, ik zat nog een beetje in verbazing te luisteren naar die brug. Want die kost best veel geld. Nou, ik heb een tijd geleden, in een tijd dat we nog geen crisis hadden, ben ik voor die brug geweest. Want het is een mooi plan. Het is een mooie brug. Hij ziet er goed uit. En het zou een mooie aanvulling zijn op ons toeristisch gebied. Hè? Want daar hebben we heel veel mensen in werken. Dus dat is belangrijk. Vervolgens verviel de subsidie. En kwamen we ook nog eens in een crisis terecht. Want het duurde allemaal te lang, dus de subsidie was weg en crisis. We hadden ons geld hard nodig en zeker voor andere zaken. Ik heb op dat moment tegen de brug gestemd. Omdat ik vind dat je prioriteiten moet stellen in politiek. Ja, het ging financieel slecht, nu gaat het financieel weer goed. Nee, dus hij mag er weer komen? Nee, want het gaat nog financieel niet zo goed dat we maar... Kijk, als ik leuk iets thuis wil en ik denk bij mezelf van nou, ik koop een... Ik leg een sauna aan, hartstikke goed, kost heel veel geld. Ik heb al wel een douche en een bad, maar die sauna, dat moet er eigenlijk wel bij. Dan doe ik dat als ik een prijs win. Want dat is incidenteel geld, dat mis ik niet. Maar wat jij dus zegt is, die brug is eigenlijk niet noodzakelijk, is een luxe die we niet nodig hebben. Het is een luxe die we ons nu, denk ik, niet kunnen permitteren, mits de provincie over de brug komt met geld. Dat zou dan wel weer leuk wezen, hè? Want absoluut, een brug is altijd handig, ook als het hard regent. We moeten allerlei andere partijen betrekken bij het uitvoeren van dit plan. Of het luxe is, daar ben ik niet helemaal mee eens. Want je ziet gewoon dat het Noord-Hollands kanaal nu echt een barrière is. Nou, tussen het achterland en het strand. Als je keus moet maken, hè, dan kies ik liever voor het sociaal domein. Nogmaals, waarom? We weten dat er mensen zwaar in armoede leven. Vooral kinderen vind ik heel schrijnend. In iedere klas zitten er 3 kinderen. Kinderen hebben het dan over, die in armoede leven. Waarvan er 1 minimaal langer dan 4 jaar. Als we iets moeten doen, moeten we daar wat aan doen. Maar u zegt net dat het geld incidenteel was. Dat hadden we dit jaar over. Dus dan moet je dat dit jaar dan aan die kinderen geven. Nee, dat kan je niet. Maar u weet ook dat zonder geld geen beleid. He, dus je zal wel geld moeten houden, anders heb je geen beleid. We gaan nog naar 1 laatste onderwerpje toe, want er zit de tijd erop. André Groot komt terug in de politiek voor de seniorenpartij. Jonne van der Beek. Ja, wordt een dagje ouder, denk ik. Ja, dat nou, ik heb begrepen dat je bij de seniorenpartij mag je lid worden vanaf je 25ste. Dus ja, leeftijd speelt geen rol. Er is bij mij ook gezegd dat ik een senior was en me zo kon aansluiten. Dat hoorde ik de laatste keer, want dat kwam omdat ik kinderen had. Ja. De man hadden wij al het vermoeden van dat hij tijdens zijn wethouderschap al aan het vrijen was met deze partij. En het is zijn goed recht om zich daarbij aan te sluiten. Ja, stel hij komt straks weer in de gemeenteraad na de verkiezingen, gaan jullie dan plezierig met hem samenwerken? We werken met elke volksvertegenwoordiger, dat weet Marieke ook, we kunnen van mening verschillen. Zelfs met mij, zie je? Kijk nou! Ja.
Dus we kunnen van mening verschillen op onderwerpen. Maar dat, ja, dat vecht je in het debat, in de ring vecht je dat uit. Ja. Rieke? Nou, ja, dat is helemaal waar. Ja, zo werkt het. We kunnen in Schagen redelijk met elkaar door de deur. Want het gaat altijd in de arena om het spel en niet op de persoon. Tenminste, dat probeer ik altijd wel te doen. Ja. En ook die brug, we verschillen daarvan van mening. Maar uiteindelijk hoop ik in ieder geval dat we altijd voor hetzelfde doel staan. En dat is voor een betere gemeente. Ja, zijn dit ook dingen waar straks de verkiezingsstrijd misschien een beetje om gaat? Wel een brug, geen brug? Wat wordt de bestemming van geld wat je over hebt? Nee, want die brug is helemaal niet een punt als er geld is. Dus als de provincie geld neerlegt en we hebben in de gemeente gewoon genoeg geld, dan is zo'n brug helemaal geen issue. Maar het gaat erom dat we wel die afweging maken en dat mensen altijd voor stenen gaan. Ja. En ik denk dat de VVD dan zegt van nou, wij hebben af en toe wel de voorkeur voor stenen boven mensen. Nou, als het goed is, dragen die stenen bij aan het welzijn van die mensen. En heb je die stenen ook gewoon hard nodig om de mensen een klimaat te scheppen waarin ze zich gelukkiger kunnen voelen in deze gemeente. Daar heeft hij dan weer gelijk in. Dat geluk, daar heeft hij even een puntje. Ik was al bang dat je mooie afsluiting. Ik vind het een prachtige afsluiting. Ik wil jullie beiden bedanken voor het aan tafel verschijnen. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. En terwijl de politiek nu gewoon heel gezellig straks samen aan de bar nog een biertje gaat drinken, gaan wij nog één keer genieten van Joël.
Dankjewel. De Tropical Steel Pens, daar maakt Joël deel van uit. We staan normaal uit 8 man ongeveer. Maar daar hadden we gewoon geen plek voor. Nee, en ik vond dit eigenlijk hartstikke leuk. Ja, heel gezellig. Het waren zomerse sferen op een winterse avond. Ja. En dan gaan we nu naar het strand. Ja, we gaan naar het strand, ja, want we zitten tenslotte in Kalshoog. Daar zijn altijd heel veel mensen, heel veel toeristen. En dus moet er ook af en toe wel eens iemand gered worden. Daar heb je de KNRM van, de Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij. En reddingsbrigade Paal 13. Beide actief hier op het strand van Paal 13, Peter de Haan aan tafel. En Marcel Sanders van de KNRM, de secretaris. Hè? Secretaris penningmeester. Ja. Secretaris penningmeester. Eerst maar eens Peter de Haan. Jullie. Laat ik het eerst aan allebei vragen. Want KNRM, reddingsmaatschappij en de reddingsbrigade. Veel mensen zullen denken, waarom twee van die organisaties? Er wordt ook constant door elkaar gehaald. Ja, ja. Nou, maar dan toch, is de, vla- toch de vraag... Hele, toch twee hele grote verschillen. Dan is de vraag heel logisch, maar wat zijn dan die grote verschillen? Nou, het grote verschil is denk ik dat de KNRM is opgericht om schipbreukelingen en te redden op zee. Dus de actie speelt zich buiten het strand af en de reddingsbrigade is met name ingericht om het bad te bewaken en mensen die tijdens het zwemmen in nood raken, om die uit het water te halen. Een collega van mij die zei ooit een keer van, de reddingsbrigade is een beetje de politie. Die patrouilleert en haalt mensen eruit. Het is niet helemaal een juist verhaal. En wij zijn de brandweer als ze nou echt de vlam uit de pan slaat en wat verder weg is. Dan gaan wij erop af. Maar kunnen we een scheidslijn trekken ter hoogte van het punt van de strekdammen? En gebeurt er verder op zee iets, dan gaat de KNRM in de boot? Een simpele scheidslijn is, wij redden een drenkeling op de 300 meter uit de kust, zeg maar, tussen de vakken. Ja. Dat zo is de scheidslijn. Is het een zwaarder incident, dan wordt de KNRM ingeschakeld. En verder weg. Want er is nog een verschil, want volgens mij krijgen jullie geld van de gemeente, van de provincie. Ja. En jullie zijn zelfvoorzienend. Wij zijn zelfvoorzienend. Wij krijgen ons geld vanuit donaties, vanuit legaten en schenkingen. En wij zijn op die manier compleet onafhankelijk van datgene wat de overheid, van de overheid, zeg maar. Ja, maar dat is toch wel apart, want jullie hebben dezelfde taak. Misschien wel op een ander gebied, hè, wat verder op zee of op het strand. Maar toch zit er in de financiering zo'n groot verschil. Er zit een groot verschil in. De KNRM bestaat nu al, de moederorganisatie, 192 jaar. Het station in Kalanshoog is een van de oudste stations. Het bestaat 191 jaar. En is in de tijd begonnen toen het schip De Vrede nabij Huis Duinen. Er kwam een groot aantal schipbreukelingen om. En toen hebben een aantal heren uit Amsterdam gezegd van, dat is niet goed. We gaan een reddingsposten langs de kust op punten waar schepen dicht bij zee of bij de havens komen, gaan we oprichten. En daar hebben ze eigen geld in gestopt. En zo zijn we eigenlijk voor blijven bestaan. En toen in de jaren 60 meer toeristen kwamen, toen kwam de reddingsbrigade ontstaan door de toenmalige strandsecretant Nick Smit, de oprichter van de reddingsbrigade, en Jaap ter Haak. En toen in de jaren 60 werd de strandbezoek dusdanig druk dat er een soort bewaking. Want zijn jullie zeg maar dan een eenmansstukje hier in Kalanshoog? En wat zit er dan bijvoorbeeld in Zandvoort? Zit daar dan, hebben jullie daar collega's of zijn het allemaal op zichzelf staande? Nee, de reddingsbrigade zijn allemaal collega's van elkaar. Ja. Wij hebben bijvoorbeeld twee posten, Post Grote Keten, Post Kalanshoog. Wij hebben onze eigen middelen, voertuigen, snelle boten. We leiden onze eigen mensen op, maar we zitten wel onder een koepel van de KNBRD. De KNBRD. De Koninklijke Nederlandse Bond van de Redder tot Drenkelingen. Om het nog ingewikkelder te maken. Ja. Dat is gewoon het. Kijk, wij doen zeg maar echt alle strandincidenten. EHBO, kwallenbeten. Maar ook iemand die. Maar jullie zijn altijd op het strand aanwezig. Juist. En jullie worden opgepiept. Nou, dat wil ik net zeggen. Ja, dat was het verschil. Dat is gewoon het verschil, ja. Oké. Nou, volgens mij is het nu wel duidelijk eigenlijk. Ja, nu hebben we dat duidelijk. Ja. Ga ik eerst naar Paal 13 toe. Jullie bewaken het strand. Dat doen jullie. Doen jullie dat het hele jaar rond? Het strand bewaken aan zich doen we alleen zomers, in het zomerseizoen. Maar we zijn wel 365 dagen per jaar zijn we beschikbaar. We hebben ook een alarmploeg. En daar zit ook weer de link met de KNRM bij. Ja. Als er een incident is, een groot incident, worden wij opgepiept door een peetje. En dan rukt er ook een team van ons uit naar een incident toe. En wat zijn jullie allemaal vrijwilligers? Allemaal vrijwilligers, ja. Alleen wij hebben zomers huren we studenten in.
Of ja, ons eigen leden. Ja, want jullie krijgen geld van de gemeente, dus ja, dat kun je ja, natuurlijk ja, betalen. Nou, dat is natuurlijk een minimaal bedrag natuurlijk, hè, waar ja, we voor moeten doen. Moet ook heel zuinig zijn. Ook een deel moet er heel veel sponsoring moeten voorkomen. Maar we nemen ook zomers mensen aan. Want doen... Ja, want Peter sponsort jullie, de bakker. Die ja, sponsort, ja, 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 ja. Ja, die heeft een heel mooi bord hangen op een mooie A-locatie, klopt. Oh ja. Ja, ik zeg het, A-locatie. Nee, maar dat is gewoon zo, wij kunnen niet al, we hebben allemaal een baan. Dus wij kunnen niet de hele zomer op strand een badmeester strandweg lopen, dat gaat dus niet. Dus daar komt een groep mensen, worden daarvoor opgeleid. Middels een trainingsweekend. En daar gaan we een hele selectie uitmaken. Nou, die mensen worden geselecteerd om bij ons dan een aantal weken op strand te En jullie hebben nog plek, hè? Er zijn nog heel veel mensen nodig, altijd. Heb ik laatst gehoord. Ja, hè? Ja, wij hebben ja, altijd ja, mensen dit nodig. Dit is even het moment ja, waarop dat te noemen. Ja, bij ons ook. Wij, bij ons ja, ook. Wij zijn allemaal vrijwillig. Vrijwillig bestuur, vrijwillige badmeesters. Zomers een deel is betaald. Van betaald moet je echt niet denken van die jongen verdienen een topsalaris. Want in de bollen verdienen ze meer. Dus dat geeft al ze heel veel passie in. Ja. Het is een virus. Wat drijft vaak toch jongeren om op het strand in de zomer bij de reddingsbrigade zich aan te sluiten? Ed, ik zit er zelf al 40 jaar bij. En wat heeft jou dan die 40 jaar al bij de reddingsbrigade gehouden? Het is een virus. Het is, je komt er niet meer vanaf. Eens een badmeester. Altijd een badmeester. Zijn geen pilletjes voor? Nee. Nee. Hey, wat is nou aan jullie allebei het allermooiste moment in je hele carrière, de mooiste redding? Nou, ik ben nog maar sinds 2 jaar bij de reddingsmaatschappij, omdat ik zelf uit Schagen kom. En onze vrijwilligers zijn 7 dagen in de week, 24 uur per dag. Op 10 minuten nood zijn ze beschikbaar. Dan kunnen we een bemanning ophoesten van 3 man in de boot en 2 mensen aan de walploeg. Dus zelf heb ik nog niet zoveel ervaring, maar wat bij mij wel veel indruk heeft gemaakt is zeg maar de zoektocht naar een vliegtuig dat begin dit jaar neerstortte. En daar zijn we uiteindelijk met een viertal posten of viertal KNRM-stations hebben we bijna 24 uur gezocht. En dat, ja, dat geeft toch wel even een impact op het station, op de mannen. En je vindt wel een hele hoop wrakstukken, maar je vindt uiteindelijk geen lichaam. Ja. Dus dat is gewoon, dat heeft bij mij veel indruk gemaakt en dat, ja goed. Maar die mensen stonden er wel. Het was begin januari, het was ijskoud van dit weer. En we ja, hebben... want het is ook vaak zo dat als een schip in problemen komt, dan is dat, heeft dat meestal te maken met het weer. En dan moeten jullie juist die ruwe zee op. Met slecht weer, ja. Ja, ja, je hebt natuurlijk ook wel andere dingen die misgaan. Wat we over meemaken zijn toch een aantal mensen die op de razende bol verdagen. En dat kan zijn of door een slechte navigatie bij, van een schip. Of een aantal toeristen die met een boot te hoog op het water zijn gekomen. Hebben vergeten te kijken wanneer is nou... daar vastliepen. Ja, en als het dan laag water is, dan komen we niet weg. En dan moeten ze er wel van af worden gehaald. Ja. Peter, wat is jouw... Wat mij het meeste bijgebleven is... Jij bent al iets langer bezig. Ja, 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 dat klopt. 5 jaar geleden hadden we in... Dan was het tij. Het was een heel rare dag. Tij veranderde. En we hadden binnen 1.5 uur 5 drenkelingen. Echte drenkelingen. Ja. Dus alles wat er ook was, moest te water. De traumahelikopter die hopte van dam naar dam naar dam. Om dus ook de mensen te helpen. En we hebben ook jongens hebben daar ook mensen moeten reanimeren. Dan moet je, die jongens hebben gewoon 500 meter hard gelopen. En die hebben de mensen zitten reanimeren om in leven te houden. Jeetje, dat heeft wel, voor mij heeft dat wel heel veel indruk gemaakt. Ja. Want die jongens waren zo gefocust van lopen. Want veel mensen onderschatten denk ik ook het gevaar van de zee. Ja. En vooral van de stroming. Hè? Ja. Want daar zit ja, het grootste ja, probleem klopt, in. Klopt, ja. Je moet ook oppassen dat je bijvoorbeeld geen schijnveiligheid gaat creëren. Hè? Want mensen denken allemaal van, nou, de jongens rijden op strand, er wordt namelijk opgelet. En hoe vaak ik niet zie dat jonge kinderen met een bandje door hun ouders gewoon in het water worden gelaten. En dan spreek je ze ook aan en dan halen ze gewoon de schouders op. Ja. Maar het wordt inderdaad heel erg onderschat. De Noordzee is eigenlijk de gevaarlijkste zee van de hele wereld. Ja, en dat komt door de stroming? Door de stroming, door ja, het vele verval. We hebben nog de strekdammen in Kalmthoog, die gelukkig een stuk minder worden. Omdat er veel meer zand weer wordt ja, aangewonden door de zandmotor. Ja. Dus het is gewoon, het is niet zwemmen, het is gewoon baden. Je moet gewoon tot aan je knieën blijven. Ja. Er zit overigens nog één verschil volgens mij tussen jullie in. Jullie worden paal 13 voor een deel gefinancierd door de gemeente. Maar jullie hebben ook een link met de gemeente. Want de burgemeester is de burgemeester voorzitter van de KNRM. Is voorzitter van de KNRM. En dat hebben wij, in ieder geval dat heeft de KNRM graag. Omdat dan de verbanden makkelijk te leggen zijn naar het achterland. Maar verder is dat, en als het moeilijk wordt. Maar we hebben een eigen commissie met een eigen vicevoorzitter. En eigen dagelijks bestuur, zeg maar. Of ja, dagelijks... Het is niet zo dat burgemeester Van Kampen alle bestuursvergaderingen van de KNRM bijwoont? Nee, we hebben samen naast het reddingsstation Kallenshoog is in de gemeente ook het reddingsstation Petten.
En we hebben twee keer per jaar een gezamenlijke vergadering van beide commissies onder leiding van haar. Ja. Dus dat doen we op die manier. En vergaderen jullie ook wel eens samen? Ook een zit twee daar keer, ook een linkje? Een naar twee keer in het jaar proberen we wel af te stemmen. En we doen natuurlijk ook een aantal dingen samen. Bijvoorbeeld met de nieuwjaarsduik doen we de bewaking ook veel samen. Ja, we hebben zeg maar de reddingbootdag, doen we samen. We hebben nog een aantal andere activiteiten zoals EHBO doen we ook één keer per jaar. Want, hoeveel mensen hebben we het eigenlijk? Want jullie zijn eigenlijk meer de jongere garde, hè? En dan en daarna bij ons moeten ze 18 jaar zijn. Dankjewel. Ja, nou jij dan niet, maar... Bij ons 18 jaar zijn. Maar we hebben een kleine 20 man die inzetbaar zijn op de truck en in de boot. En we hebben een bestuur van 3. Met hoeveel zijn jullie actief, zeg maar, zomers? Zomers zijn er 25 strandwachten actief. Met de aanvulling nog van oud-zout. Maar eigenlijk is dat dus best weinig. 45 mensen zijn jullie gewoon verantwoordelijk voor de veiligheid van ons allen hier. Ja, 50.000 mensen zitten zomers op het strand. Ja. Wij hebben vooral een preventieve taak. Hè. Wij zijn niet trots op een redding. Wij willen juist die redding voorkomen. Dus wij doen heel veel preventieve acties om gewoon de mensen te wijzen. En hoe vaak je dat ook herhaalt in een seizoen, dan heb je ook zo'n hele mensen die op vakantie zijn, die weten dan ook waar ze moeten blijven. Onze strandwachten lopen ook echt aan de kant, staan ook aan het water, spreken de mensen ook aan. Het is zuiver uit een preventieve... Heel veel succes, ook komend seizoen weer, komende zomer. Hopen op weinig reddingen, want dan wordt het een stukje veiliger op Ik hoor dat het seizoen weer langer gaat worden. Wordt voor ons weer een uitdaging. Leuk toch? En ook met de gemeente. Ja, wij moeten ook langer gaan bewaken dan. Ja. Is dit een sollicitatie naar wat extra euro's? Oh, ik dacht misschien voor jou als badmeester. Mijn B-watch-tijd ligt ver achter me. Als Pamela Anderson komt, dan ben ik er ook. Dank jullie wel. Ik wel. Bedankt. We gaan het hebben over glasvezel. Eerst maar even, kom jij vaak op het strand, Cor? Niet zo vaak, nee. Ik heb weinig tijd om op het strand te vertoeven. Want als het druk is op het strand, is ook druk in Schagenveel al. Dus ben ik daar geweest. Dat is dan ben je in de winkel. Cor Postumus van Beemster Schagen. Ja. Eerst maar even, we gaan het hebben over glasvezel. Ja. En toen wij iemand daarvoor aan het uitnodigen waren, hadden we ineens Cor Beemster aan tafel. Ja. Jij hebt een fotozaak. Wat is de link tussen glasvezel en... Een fotozaak? Nou, een fotozaak is al een hele tijd geleden. We zijn natuurlijk al ruim 20 jaar actief, ook in de telecom. En vanuit die perceptie zijn we ook doorgeschakeld in een nieuwe winkel. Hè. We noemen ons ook niet meer echt een fotozaak, maar meer imaging. En voor wat betreft het telecomverhaal noemen we ons connectivity. En alles wat daarmee te maken heeft. Zo ook glasvezel. Ja, maar er zijn andere winkels in Schagen, Berenpoot, Jan Groot Elektro, die die rol ook hadden kunnen vervullen, maar toch... kwam jij in beeld? Ja, dat zou kunnen. Alleen Berenpoot is een redelijk jonge speler op de Schagense markt. En wat betreft Jan Groot, die houdt zich helemaal niet met telecom bezig. Wij wel. En ik heb juist de partijen opgezocht die verantwoordelijk zijn voor de invulling van glasvezel in Schagen. En we daar synergie gecreëerd. En voilà, daar zijn we. Ja, dus praktisch gezien is het, als je interesse hebt, kan je bij jullie in de winkel komen en dan leggen jullie uit hoe het werkt. Ja, precies. Er zijn een hoop vragenreizenden. Dat kan ik me ook voorstellen. En ja, met alle bescheidenheid, we zijn toch een beetje de lokale held geworden. En we zijn... De lokale held? Dat is wel leuk dat je dat van jezelf... Nou, goed. Ik durf dat rustig te zeggen. Ja. Want de mensen weten ons absoluut te vinden. Mm-hmm. Juist voor de vragen. En wij hebben ook heel duidelijk gesteld... de partijen die meedoen komen van ver weg. Zijn veelal onbekend. En niet zozeer onbemind, maar dat blijkt dan toch. En er zijn heel veel vragen. En daar geven wij graag antwoord op om uiteindelijk een goede uitrol te kunnen plegen. Ja. Nou, zullen we dan maar eens wat van die vragen doornemen waar mensen mee leven? Een van de vragen is, waarom zou ik weggaan bij mijn huidige provider? Want het werkt prima. Ja, nou, dan wil ik eigenlijk die vraag meteen weer pareren. Want het gaat niet zozeer of we over KPN, over Ziggo of over Trinet of welke partij dan ook praten. Maar we praten feitelijk over het fenomeen glasvezel. Ja. En wie daarop gaat anticiperen of wie daarop gaat gebruik van gaat maken... Dat is eigenlijk helemaal niet aan de orde. Ja, toch wel, want als we nu glasvezel willen inschagen... dan moet 40% van de inwoners intekenen. En die moeten intekenen bij Trinet voor een jaar. Klopt. Feitelijk geven ze mandaat om een jaar het gebruik van glasvezel... middels Trinet-abonnement. Dat is het feit.
En natuurlijk is dat logisch, hè, want we praten over een miljoenenproject, over tientallen miljoenen. En ze willen natuurlijk toch wel een stukje garantie, zo ook de gemeente, om uiteindelijk wel een gezonde exploitatie te kunnen invullen. Ja. En overigens moet ik er even bij zeggen dat Trinet niet de enige partij is die op het glasvezelnet mag. Hè. Het is liberaal, om het zo maar te noemen. Dat is wel zo degelijk zo dat er ook andere partijen op het glasnetwerk mogen participeren. Ja, maar niet direct. Hè? Als we willen dat dat net er komt, dan moeten we eerst naar Trinet. En over een jaar komen die anderen. Ik kan niet bij Ziggo blijven en evengoed intekenen voor glasvezel. Dat kan wel, maar dan wordt Ziggo blijft gewoon coaxkabel, om het zo maar te noemen. En Trinet wordt voor ons nog dan glasvezel. Ja. Vraag die vooral nu speelt. Volgens mij hebben jullie nog tot eind december om die 40% te halen. Ja, klopt. Hoeveel procent zitten we nu op? Geen idee. Nee. Nou ja, als je nu op 38 zit, dan beweegt dat mensen misschien nu nog om, dan die 2% er maar bij. Precies. We hebben natuurlijk redelijk vaak overleg met elkaar, zowel via de mail als ook in kleine settings. En dan blijkt dat we redelijk op het goede spoor bezig zijn of op niveau bezig zijn. Maar het mag zeker nog wel wat meer worden. Alleen, vaak is het zo dat de mensen op het laatste moment pas een beslissing maken. En het is zeker zaak dat met name de particulieren beter moeten worden geïnformeerd. En daar zijn we nu hard mee bezig. We gaan veel langs het bedrijfsleven. We worden veel uitgenodigd ook om sessies te houden, uitleg te geven. En we willen echt de ondernemers ook gebruiken die eigenlijk het allergrootste belang hebben bij glasvezel. Ook gebruikersambassadeurs, om ook de particulier min of meer ervan te overtuigen. Dat is zowel economisch als maatschappelijk. Wat voor rol kan een ondernemer dan spelen in het overtuigen van die particulier? Nou, heel simpel. Hij wil absoluut glas hebben vanwege zijn bedrijfsvoering. Zit op een feestje of wat dan ook en spreekt daar zijn collega's of zijn familie aan om mee te participeren in glas. En om het juist te onderkennen dat het heel belangrijk is voor Schagen. Maar als het zo, glas te aan krijgen. De andere kant kun je ook zeggen, als het zo belangrijk is voor de ondernemers, waarom betalen de ondernemers het dan niet? Nou, ik weet niet of dat aan de orde is, want uiteindelijk kan de particulier ook heel veel aan hebben. Denk bijvoorbeeld aan op afstand werken, thuiswerken, niet meer naar kantoor rijden in Amsterdam, uren in de file te staan. Daar ligt natuurlijk een groot voordeel. Maar denk ook aan studerende kinderen die allerlei projecten moeten sturen naar school, wat veel data draagt en soms 2 of 3 uur bezig zijn met een project naar hun leerkracht toe te sturen. Ja. Een vraag die wij heel veel krijgen op het moment dat ik overstap naar Trinet voor die glasvezel, ben ik ineens mijn vertrouwde e-mailadres kwijt. Ja, nou ja, dat geldt alleen eigenlijk voor degene die ooit het e-mailadres verstrekt heeft. De KPN's en de Hotmails, de Quicknets en de multicabels eigenlijk. Ja. En daar ligt natuurlijk wel een dingetje, want feitelijk heb je dat cadeau gehad om loyaal te blijven aan de organisatie waar je al jaren aan betaalt. Ja. Dat is eigenlijk niet goed en daar wordt ook zeker over gesproken in Den Haag. Net zoals het telefoonnummer, wat je ook mee kan nemen naar een ander netwerk. Zou het zo kunnen zijn dat je in de toekomst dat wel degelijk mee kunt nemen. Maar daar hebben we in januari nog niets aan. Nee, januari nog niet, maar dan is feitelijk de installatie natuurlijk ook nog niet. Dan praten we echt over 1,5 jaar en 2 jaar verder. Ja. Dus tijd genoeg om een Hotmail of een Gmail-account aan te maken, zou ik zeggen. Doe dat ook. Maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat je alsnog je e-mailadres mee kunt nemen. Hey, en Cor, als het nou niet lukt. Nee. Wordt er dan een doorstart gemaakt of is het dan een project klaar? Nou, die wijsheid heb ik niet in pacht, zeg ik heel eerlijk. Ik denk dat het goed is om een datum te stellen, hè, want anders gaat iedereen steeds maar verder uitstellen. Dus het is ook goed om het nu voor elkaar te krijgen voor 31 december. Mocht het zo zijn dat het kantje boord is, zou ik me kunnen voorstellen dat ze dat doortrekken. Maar nogmaals, dat is puur suggestief. Ja, nou zijn er ook andere projecten. De provincie, het Rijk proberen te stimuleren dat overal in Nederland snel internet komt. Ja. Zijn daar ook linken mee te bedenken? Komen er misschien ook wel Europese, landelijke of provinciale gelden vrij om hierin mee te doen? Nou, geen idee. Ik denk dat de gemeente een goede keuze heeft gemaakt om het ook aan tussen haakjes de burger over te laten en niet te zeggen we doen het goed, kiekoed. Want dat had ook een mogelijkheid geweest. Er was nog wat geld over, hoorde ik net in een andere setting. Dus dat had gekund. Maar nogmaals, als we het natuurlijk goed gaan bekijken, of je nou een jaar lang betaalt aan Ziggo of een KPN, of je betaalt een jaar lang aan Trinet, dan is feitelijk het feit daar. En dan kost het de gemeente geen geld. Ja. Dat is het verhaal. Ja, maar mensen moeten overstappen naar Trinet voor dat eerste jaar.
terwijl ze nog niet kunnen zien wat Trinet te bieden heeft. Yes. En veel mensen zijn tevreden met hun KPN of Ziggo-abonnement. Nou, het is zeker bekend wat Trinet te bieden heeft. Dat wijkt niet heel veel af van wat Ziggo en KPN bieden. Maar we kunnen het nog niet zien. Het beeld kunnen we wel zien, niet hier lokaal, maar wel uiteraard waar Trinet al uitgerold heeft. En daar kunnen we uiteraard ook de kwaliteit proeven als we dat zouden willen. Maar ik wil nog maar eens aangeven, een KPN en een Ziggo heeft geen belang bij glasvezel nu. Want ze hebben een eigen netwerk waar gewoon geld uit vandaan rolt. Laten we wel wezen, KPN gebruikt de telefoondraad al 70 jaar. Ja. En dat levert nog steeds geld op. Dus waarom zouden ze overgaan naar glasvezel als hun dat nog steeds geld brengt? Dat is natuurlijk wel een ding. Dat is bij Ziggo natuurlijk dito. Die heeft de coaxkabel en die hebben dat zelf in de grond gebracht. En die zijn absoluut niet liberaal, want die laten niemand anders toe op die coaxkabel. Maar in die periode hoefde niet 40% van de inwoners naar KPN of naar Ziggo toe. Nee, dan werd het gewoon standaard aangelegd. Dat klopt, maar als we KPN kijken, hebben we altijd jarenlang ook vastrecht betaald. Hè? Voor niets eigenlijk. Zonder een seconde te kunnen bellen. Maar eigenlijk is dat niet. Ja, we gaan wel een beetje af naar het feit of de voordelen van glasvezel. En dat de glasvezel absoluut een must is. Het is ook niet zozeer de vraag wanneer het komt. Of het komt, maar wanneer. Je zegt van het is op andere plekken al succesvol geïmplementeerd. Over welke steden of gemeentes hebben we dan? Nou, sowieso de hele Randstad zit vol met glas. En daar zitten natuurlijk ook de meeste klanten voor hun. Dus daar is het ook meest interessant om daar te hebben. Maar zijn er ook soortgelijke gemeenten zoals Schagen? Ja. Of is dit een pilot? Ja, er zijn soortgelijke gemeenten. Noem eens een gemeente. Ja, meer in het zuiden van het land. Laat even je naam even in het midden. Maar die zijn absoluut vergelijkbaar. Het is natuurlijk best goed om dat na te kijken waar Trinet met name dan opereert. Boekholt is onder andere een plaats waar ik nu eventjes weet. Ja. In één minuut, waarom moeten we morgen allemaal naar Trinet.nl of eFiber.nl om voor glas te gaan? Ja, nou, het is absoluut van sociaal-economisch belang. Hè. En bedoel ik economisch echt ook voor de werkgelegenheid. Er zijn bedrijven die uit Schagen gaan of niet naar Schagen komen. Vanwege het toch wel matige infrastructuur voor wat betreft de data. Het is min of meer een eerste levensbehoefte geworden. We hebben nu een prachtige kans om dat te gaan invullen. Er zijn geen valkuilen, er zijn absoluut geen beren. En als men dat denkt dat het wel zo is, vraag het alsjeblieft. Ja. Want nogmaals, het is niet een kwestie van of het komt, maar het komt toch wel. En laten we nou alsjeblieft meteen op die trein stappen en alle voordelen aanpakken, want die zijn legio. Ja. Hoe groot schat jij de kans in dat op 1 januari de 40% is gehaald? 80-20. 80-20. Ja. 80 dat het er komt en 20... 80 dat het er komt. Oké. Okay. Nou, en altijd optimistisch. Ja, altijd optimistisch. Nou, Siertje, succes daarmee. Dankjewel. En dankjewel dat je er was. Dankjewel. Dankjewel. Nou, en dan normaal gesproken is altijd het hoogtepunt van de maand voor mij. Want dan zou Hannes Konijn komen. Maar die is helaas ziek. Hannes, beterschap. Dus dan ook zit het er... Ja, ook namens... Ja. Hoe heet je ook weer? Zeg maar Jan. Ed. Ja. Dus wij sluiten Wat Schagen Denkt af. Dit was hem, Wat Schagen Denkt, de editie van november. Met dank aan het grote team van vrijwilligers van Schagen TV. En dank aan iedereen die hier aanwezig was. Dank gasten. Volg ons op Facebook. En straks is de uitzending ook te bekijken via YouTube. Wat mij betreft een hele fijne Sinterklaasavond. Want daarom liggen al die lekkernijen hier. En tot de volgende keer. Hè? Volgende keer zitten we in Petten. En dat is op 22 december de opname in de multifunctionele ruimte. Al daar wil je kaartjes. Wat Schagen Denkt, @schagenfm.nl. Tot de volgende. Dag.
afloop van de opname waren er nog bloemen voor Lonneke en Marjolein Deutekom. En niet voor niets, want met hun pand Raak wonnen ze een dag voor de opname de NH Business Award voor startende bedrijven. Namens het hele team, van harte.